Jonas Druk, jij bent hier vandaag op de Bosuil, denk ik voor de eerste keer sinds je hier als speler afscheid nam. Nu als coach van Berchem, hoe was het? Dat was leuk, hè? Dat is leuk om, om iedereen nog eens terug te zien. En, vooral de mensen waar ik mee samengewerkt heb de laatste jaren. Ik heb een tijdje niet meer gezien heb om terug tegen te komen. En, voor de rest is er nog niet veel veranderd. Hè. Ja, je hebt je trainerscarrière vorig jaar begonnen bij Lira. Nu zit je bij Berchem. Dat gaat dus eigenlijk een stapje hoger op. Hoe gaat dat tot nog toe? Oh, leuk. Ik zeg het, Berchem is een heel tof, heel eenmalige club. En, het is ook een club met een bepaalde uitstraling. En, ik was toch vereerd om als T1 te mogen binnen te doen bij deze club. En tot nu toe hebben we een heel goede voorbereiding gehad, hebben we een goede stage gehad. En ik zeg het, we hebben een hele goede groep. En nu, de komende weken, hopelijk kunnen we rustig deze trit verder zetten. Ja, wat vond je van de wedstrijd vandaag? Want toch zware cijfers, 5-0 op het bord. Ja, oké, maar dat weten. Het zou erg zijn eigenlijk als het niet zou zijn. Antwerpen moet volgende week beginnen aan de competitie. Ze zijn ook al 3-4 weken langer aan het trainen, ze zijn scherper. En wij zijn dan maar goede 10 dagen bezig. En, kijk, het zijn ook professionals tegen niet-amateurs, dus je moet allemaal een beetje in perspectief zetten. Alhoewel dat ik vind dat een scheidsrechter van eerste klasniveau toch die twee penalties vrij gemakkelijk gegeven heeft. Maar oké, dat is nu eenmaal voetbal, dat is zo vaak in het voetbal. Maar voor de rest, ik denk dat wij zeker in de eerste helft ons goed geweerd hebben. Dat we toch op een bepaald moment een goede kans hebben om gelijk te maken. En dat die bal binnen is, is dat weer een mentale push voor de jongens. En dan gaat het misschien totaal anders zijn. Ik zeg dat we gaan winnen of dat we nog wat misschien die 0 van het bord zijn. En dan gaat het ook misschien moeilijker worden voor Antwerpen. Maar oké, daarom ben ik heel tevreden over wat de jongens gebracht hebben. En wat ze vooral getoond hebben qua mentaliteit. En meer heb ik ook niet gevraagd vandaag aan de jongens. Laatste vraag. Wanneer zien we eindelijk nog eens een competitieve wedstrijd tussen Berchem en Antwerp? Dat zijn ertussen nu twee reeksen ertussen. Hè? Ja, dat zullen we nog even een paar jaar moeten wachten, denk ik. Maar het liefst van alles zou ik natuurlijk hebben dat we dat allebei in de eerste klasse zien. Ik hoop dat Antwerp zo rap mogelijk terechtkomt waar het hoort, eigenlijk. Dat weet iedereen. En voor ons is het eigenlijk de bedoeling om de komende 2-3 jaar toch elke jaar een stapje vooruit te kunnen zetten. Dat we toch dicht tegenaan de eerste amateurliga kunnen zitten. Dus ik denk dat voor elke club een mooi doel is. En we zullen zien wie eerst hun doel bereikt. Oké, bedankt Jonas en veel succes.